De voorzitter Karel Breeveld zegt blij te zijn met de behandeling van de anticorruptiewet. Hij zei dat gisteren in de Nationale Assemblee. Toch wil hij weten wanneer de wet nou eindelijk komt. Ik ben heel erg blij met de mededeling die u doet over het traject welke wij als parlement gaan als het gaat om de bestrijding van corruptie. Het is meer dan ooit tijd dat we inderdaad de hand in eigen boezem steken en bewust als wetgevers hier aan werken, zodat daadwerkelijk in dit opzicht verandering komt in dit land. Ik wil de minister vragen, bedankt minister voor uw bijdrage. Ik wil de minister vragen en ik ben blij met natuurlijk het feit dat u bezig bent met de anticorruptiewet. Maar het is altijd prettig om te weten over welke termijn wij praten. Wanneer mogen we de wet tegemoet zien? Want dat is wat de burgers vragen, dat is de actie die wij ook voeren. We willen graag concrete momenten, een concrete datum van u hebben. Omdat wij de Inter-Amerikaanse Conventie hebben gelezen. En die Inter-Amerikaanse Conventie tegen Corruptie vrij helder is voor wat er moet gebeuren. En in sommige landen is het zelfs zo, minister, dat mevrouw de voorzitter, dat de Inter-Amerikaanse Conventie zo wordt overgenomen en wordt gebruikt. Ik snap niet waarom het zo lang duurt. En ik heb alle respect voor het werk wat er gedaan wordt in door het ministerie. Maar ik denk dat het goed is voor Suriname, voor het volk, om te weten wanneer is die wet hier bij de Nationale Assemblee.